Ik ben Diederik, Diederik Legrand, uw cursusleider. Straks mocht je allemaal Diederik zeggen, maar nu nog niet. Ik zie dat de meesten onder jullie nog een beetje bang zijn, een beetje onzeker. Een beetje wantrouwig zelfs, maar ik garandeer jullie dat tegen het einde van mijn lessen iedereen in deze zaal een totaal ander mens zal geworden zijn. Heb je dat gehoord? Dat is onze fantastische strijdkreet. Dat is teken dat we ons leven in onze eigen handen gaan nemen. En wel nu, onmiddellijk. Allee, wie wil er een keer beginnen? Gij daar. Met uw fantastische bril. Wat dan jij? Allee, kom een keer hier, kom. Dan zeg ik je weer bedankt. Bon, Mark. Markje. Beste vriend. Vertel eens, wat scheelt er aan? In uw kot. Ik meen het. Blijf in uw kot. Wij gaan dat probleem oplossen. Heb je al iets proberen te doen met dat probleem? Ja. Ik snap dan niet dat mensen maskers dragen. Ik vraag je af waarom. Echt niet graag op de straat te zien, dat werkt ook niet. Dat heeft totaal geen zin om dat daar te... is eigenlijk ook weken tegen de Belgische bevolking gezegd, zo'n mondmasker dragen, dat heeft nog... geen enkele zin. Dat is nog altijd. Is dat niet scholten? Maar... Tuurlijk ja. Is dat niet scholten. Je hebt geprobeerd je gedrag te veranderen. Je moet je gedrag niet veranderen, je moet je denken veranderen. En wij gaan vandaag je denken veranderen. Je zei wat je denkt, en je denkt wat je zei. En wat denk je dat je zei? Jij bent nogal een moeilijk geval, hè? Jij bent wel klein, Markskin. En nu gaan we een keer tonen hoe dat wel moet. Geen innerlijke weerstand. Kijk goed, hè.